Chelsea, kom je buiten spelen? Nee, ik heb geen zin. Jongens, kom eens. Moet je kijken. Chelsea had toch geen zin om te spelen? Ja, volgens mij moest hij werk van de vader. Echt zielig. Chelsea mag nooit buiten spelen. Op hetzelfde moment binnen bij Chelsea. Waarom ga je dan niet buiten spelen? Je kan toch lekker buiten spelen? Waarom ga je dan niet met je vrienden daar zo spelen, buiten spelen? Maar pap, ik wil voor jou zorgen. Jij bent ziek. En als ik de raam niet zie, kan jij niet goed naar buiten kijken. Ja, maar je bent mijn dochter. Ik wil liever dat jij leuke dingen hebt dan ik. In de pauze op het schoolplein. Pap, ik kom echt meteen naar huis naar school. En dan maak ik soep voor jou. Nee, Chelsea, ik wil dat je er buiten gaat spelen na schooltijd. En niet gelijk hier zo heen komt. Moet ze weer naar huis of zo? Dan moet ze zeker weer de hele middag voor haar vader zorgen. Ja, de vader doet net zoals zijn werkster is voor hem. En wat voor soep moet ze eigenlijk maken dan? Thanksgiving soep. Dus zo ziet ze er wel uit anders. Ja. Haar vader commandeert haar weer. Ze ziet er echt uit als een zwerver. Ja, en ze moet weer soep halen en zo. Ze kan ze wel koken. Ja. Ze kan niet eens lezen. Oké, ja. Ze loopt veel te veel achter, maar dat is ook wel zielig. Later die dag in de klas. Pak je boek maar. Rekenboek op bladzijde 120. Pak je boek. Chelsea, alsjeblieft meenemen. Oh ja hoor. Chelsea, ga maar mee. Ik denk dat de vader weer klusjes voor haar heeft om te doen. Dat hoop ik niet voor haar. Maar dat zullen we wel zien. Misschien wordt ze wel mishandeld. Ik zie haar ook altijd lopen met zware boodschappentassen. Ik wist nog eens niet dat ze een moeder had. Heeft zijn moeder dan? Dan legt de juffrouw uit wat er aan de hand is. Chelsea's vader is opgenomen in het ziekenhuis. Hij moet een belangrijke operatie ondergaan. Ze vertelt dat Chelsea haar vader altijd wil helpen. Maar dat haar vader juist wil dat ze buiten gaat spelen. En dat haar moeder van vroeg tot laat moet werken om de ziekenhuisrekeningen te betalen. We moeten haar helpen. Ze besluiten te helpen. Sommige kinderen koken voor Chelsea en haar moeder. Andere kinderen helpen Chelsea met haar vader. Dan is het zover. Chelsea's vader is eindelijk geopereerd. De familie wacht om te horen of het gelukt is. Waar blijft de dokter nou? Hij had al lang klaar moeten zijn. Daar heb je de dokter. Wat? De operatie is geslaagd. Kom je buiten spelen? Ja, natuurlijk!